Bij het draaien en keren gaan we de motor van de robot gaan we programmeren. Daarvoor zijn in Mindstorms 4 mogelijkheden zichtbaar. De minimummotor, die hebben we nu niet op de wielen aangesloten. De grote motor, ja, daar hebben we er 2 van. Hier zie je 2 motortjes bij elkaar zitten en die heet richting veranderen. En hier zie je 2 motortjes bij elkaar zitten en die heet tankbesturing. Ik pak even richting veranderen. Die pakken we uit het schema erbij. Die plakken we daar al vast. Je ziet hier een aantal mogelijkheden. Eerste mogelijkheid. Je kan de motor, in dit geval 2 motoren, uitzetten, aanzetten. Een aantal seconden aanzetten. Het aantal graden laten draaien. Dus hoe lang laat je hem draaien. En het aantal rotaties. Dat wordt aangegeven met de hashtag. Tweede plankje. Tweede onderdeeltje. Daarmee kan je de richting aangeven. Je kan hem een beetje naar de ene kant laten sturen en naar de andere kant. Dat kan gewoon met het schuifbalkje. Daarmee kan je dat aangeven. Je kan ook het getal rechtstreeks veranderen. Dus bijvoorbeeld weer op 0 zetten om hem rechtdoor te laten gaan. De derde, dat is de snelheid. De snelheid kan ook naar 100%, dan gaat hij op zijn hardst. Hij kan ook heel subtiel, heel zachtjes gaan. Hij kan ook achteruit. En op dat moment moeten we het balkje naar beneden toe halen. En dan zie je dat er een minnetje voorkomt. Ook dit getalletje kan je met de robot of kan je rechtstreeks invoeren. Nu staat hij op 0. Dat betekent dat hij niet vooruit gaat. En geef hem een klein beetje, gaat hij wel vooruit. Deze. Nu staat hij op rotaties. Die kan je dus een aantal rotaties geven. Dus de omwentelingen van de wielen. Meestal zul je deze gebruiken in tijd en dan zijn het seconden. En die secondes die kunnen een hele 1, 2, 3 of 4, maar het kan ook 0,5. Dan gaat hij een halve seconde vooruit rijden. Deze halen we even weg en we pakken die andere erbij. De tankbesturing. Wat is nu het voordeel van de tankbesturing? Bij de tankbesturing kan je 2 motoren apart besturen. Dit is namelijk de ene motor van je robot en dit is de andere motor van je robot. Dus dan zou je hem bijvoorbeeld op zijn plaats kunnen laten draaien door deze motor achteruit te laten rijden. En die motor dezelfde getal te geven, dus 45. Nou, dan zal ik hem even in moeten tikken, 45. En op dat moment zie je dus dat de ene motor gaat achteruit en de andere motor gaat vooruit. Dat heeft als gevolg dat de robot gaat op dat moment op zijn plaats draaien. Nou, als je deze gezien hebt, dan kun je een aantal dingen bedenken. Je moet elke stap bij het draaien en keren moet je programmeren. Dus elke stap moet je erbij zetten. Dus heb je dus weer de volgende stap nodig, dan gebruik je een blokje erbij en stel je alle onderdelen weer in. Hier moet je ook alle onderdelen instellen. En op dat moment zeg je tegen deze van oké, op de plaats draaien en daarna rechtdoor rijden. Dat kun je dus aan de verschillende onderdelen zien. Ik heb zelf een programmaatje in elkaar gezet en daarmee kunnen we even kijken wat die gaat doen. Nou, hier staat hij. Bij de eerste zie je dat ik dus de richting heb gepakt. Ik heb de snelheid op rechtdoor. De snelheid zelf is 43. De snelheid. De tijd op 1 seconde. Daarna gaat hij de bocht om. Een bocht van 61. Wel diezelfde snelheid. En daar doet hij 0,8 seconden over. Daarna moet hij weer rechtdoor rijden. Met die snelheid van 42. 1 seconde. En hier zie je dat ik een elektriciteitsleiding heb aangelegd. Want ik wil namelijk even op de tweede regel de volgende neerzetten. Hier heb ik de tankbesturing gebruikt. En in dit geval moet hij dus op de plaats draaien. 0,7 seconden en dan achteruit gaan rijden. Toevallig in tankbesturing. En als laatste blokje, die staan bij de blauwe, dat is deze. Dan zet ik hem stil. Op dat moment sluit je het hele programma eigenlijk af. Als we dat even laten zien, dan gebeurt er het volgende. Hij heeft het hele programmaatje nu gevolgd, stap voor stap. Zou er nou ergens een foutje in je programma staan, dan moet je even kijken waar het foutje zit. En dan moet je dat blokje op dat moment aanpassen.
Succes ermee, laat hem de baan maar rijden.